Aan tafel bij mij zit Nathalie Straatman. Zij is directeur en programmeur, gewoon twee petten op dus, ja, van het kleinste vlakke vloertheater van Nederland. Nou, het professioneel in het noorden van in het Nederland. Ik dacht van heel Nederland. Nee, Noord-Nederland. Vertel eens iets over dat theater. Waar is het en hoe klein is het? Het ligt in Roden. Dat is een, Roden, dat is een dorp. Ellen ten Damme kent het goed, want die komt er vandaan. Ach. Ja, het ligt 10 kilometer ongeveer onder Groningen. En ter westen van Assen, echt Noord-Drenthe. En iets onder Drachten, waar een groot... Ja, ik was heel veel ziek met aardrijkskunde, dus mij moet je dat... Ja, nee, ik probeer even de driehoek aan te geven waar het ligt. En dat theater? Ja. Hoe klein is het? Want we hebben een vlakvloertheater met 150 stoelen. Maar het is wel een professioneel theater, dus... De vaste kern van mensen zijn ook gewoon in vaste dienst. Wat is de signatuur van het theater? Nou ja, de signatuur is een zelfsignatuur die veel kleine theaters hebben. En dat is namelijk dat je een nieuw talent probeert te brengen. En die mogen daar natuurlijk hun ervaring op doen, ontwikkelen. Maar ze kunnen er ook aan publiek bouwen. En het andere is dat we veel try-outs hebben van de grotere mensen die daarna doorgaan naar de grote zaal met hun voorstelling. En hebben jullie een gretig publiek? Ja, en dat is iets wat ik van meer kleine zalen ook terughoor. Dat het publiek wat er komt ook wel wat durft. Dus je kan er ook wat makkelijker namen neerzetten die niemand kent. Maar dan hebben ze vertrouwen in dat als het geprogrammeerd staat, dan zal het de moeite waard zijn. En dus het publiek durft wel wat. En wij, een goede bezettingsgraad gewoon, ja. En is er een sfeer rond het theater? Ik bedoel, hebben jullie een leuke café of kan je een hapje eten? Of... Ja, het zit namelijk in een hele oude boerderij die helemaal in de kern van het dorp zit. Dus als je aankomt, denk je ook, lopen we nou een boerenschuur in? Maar binnenin die boerenschuur zit gewoon helemaal een black box. Dus helemaal een zwarte doos. En de sfeer die is gelijk gemaakt. Die nieuwe theaters die kunnen nog wel eens hebben dat ze daar even aan moeten werken natuurlijk. Ja. Dat heb je niet bij ons, nee. Het heeft balken, het is... Hoe heet het? Zit er gelijk. De Winsinghof. De Winsinghof. Ja, Winsing was ooit een achternaam, dus ook van iemand. De familie Winsing. Ja. Tot zover het leuke deel van het gesprek. Ja. Maar nu de toekomst. En de corona. Je zegt, we kunnen 100 à 150 mensen kwijt. Mm-hmm. Als we geluk hebben, mogen we per juli, 1 juli... 100 mensen max, maar die moeten wel op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Hoe gaan we dat doen in de Winsinghof? Nou, we hebben 24% bezetting dan nog. We hebben 34 verkoopbare plekken als we 1,5 meter aan moeten houden. Dus dat is hartstikke weinig. En waar dat het meeste natuurlijk pijn doet, is dat... het kan dan om twee manieren. Of het kaartje wordt idioot duur en dan heeft het publiek er last van... Of die artiest verdient idioot weinig. En dan heeft de artiest er last van. Het is allebei net niks. En hoe zie je de toekomst? Nou, mijn punt ook wel is dat ik merk dat in de steunmaatregelen... dat de neiging bestaat om te zeggen dat de vitale podia overeind moeten blijven. En daarbij worden op een of andere manier wordt dat op stoelen ingedeeld. Dus zelfs in elke maatregel die je voorbij ziet komen... zitten daar grote podia bij... Terwijl zonder kleine podia heb je helemaal geen vulling voor de grote podia. Nee. Dus dat is heel link. Dus wij zitten nooit in steunmaatregelen. Dus? Tot de dag van vandaag niet. Dus? Ja, dus. Dus zit ik nu te onderhandelen over het hele programma wat al lang geboekt stond. Om dat opnieuw te onderhandelen en dan te kijken waar we marges kunnen vinden met elkaar. Ik probeer bijvoorbeeld zometeen voorstellingen 2 keer te laten spelen. Zodat je naar een bezetting gaat van 68 mensen. Maar zie je mogelijkheden? Ben je enigszins optimistisch? Nou, kijk, wat ik nu aan het doen ben... eigenlijk merk ik dat ik er alles aan doe om dat podium te kunnen laten bestaan. Zodat er in de toekomst ook nog weer gewoon een goed klein podium is... voor al die artiesten die door moeten. Tegelijkertijd denk ik, ik vind het ontzettend pijnlijk om te zien... dat ze dat er dus in de steunmaatregelen dat wij er niet in zitten. Want op het moment dat wij die steun krijgen, kunnen we... de kaart een beetje normaal houden, dan wel die artiest normaal betalen... die zo vaak al aan het kortste eind trekken. Ja. Wat bizar is. Er wordt steeds nu een beetje gezegd van als de theaters maar niet omvallen... Ja. Zie jij voor je dat zelfs de Winsinghorst gaat omvallen? Ja, dat kan heel goed. Wij komen namelijk uit een faillissement 3 jaar geleden... dus we hebben nog minimale reserves. En... we hebben een liquiditeitsbegroting opgesteld. En die, dan zitten we maart 2021, dan is het over.
zoals het er nu voor staat. Dat is ook natuurlijk een kwestie van opnieuw onderhandelen. Okay. Maar je hebt gewoon steunmaatregelen nodig om de boel gaande te houden natuurlijk. Dus je moet overal aankloppen en roeptoeteren dat je gewoon geholpen moet worden. Ja, en je hoort dat de bal heel erg naar de gemeentes is gespeeld. Maar de gemeentes waar we een prima relatie mee hebben, die zeggen maar we krijgen alle ballen op ons gespeeld. We hebben niet alle ballen voor op jullie. Roden. Ja. Ja, alle ballen op de gemeente vooral. Nou ja. En dan moet je naar de provincie kijken. Ja. En de provincie heeft dan de neiging om op stoelbasis een aantal naar voren te schuiven. Maar goed, zolang de PVV niet mee regeert daar, zijn jullie nog geen... Nee, er zit geen PVV, ja. Nee, nee. Luister eens, jij mag je handtekening gaan zetten. Ja. En namens wie doe je dat? En namens hoeveel mensen zijn dat? Ja, we hebben eens even gekeken. Wij zitten, zo'n 40 mensen zijn direct aan ons verbonden. En dat is, zit me ook in de ZZP'ers die natuurlijk helpen om een voorstelling te maken en dergelijke. En er zit een goed deel van thuis. Nou, dan mag je 40 op de teller. Gaan we op de teller zetten. Ga ik en jij mag doen. Een plekje zoeken voor je handtekening. En heel erg veel sterkte. Ja, hartelijk dank. Dank je wel.